Hallo, mijn naam is Charlotte van Klavis Uitgeverij en welkom bij weer een nieuwe Boekenpraatjes. Dit keer over het thema Terug naar school. Het eerste boek dat ik heb meegenomen heet Mag Draakje mee naar school? Dit boek gaat over Lucas en Lucas moet binnenkort ook weer naar school. Maar hij vindt het een beetje spannend, hij heeft een beetje buikpijn en daarom neemt hij zijn draakje mee naar school. Hoe zal dat aflopen? Het tweede boek gaat over Wout. En Wout komt op school bij meester Bulder. En overal op die school zie je briefjes hangen van wat er wel en wat er niet mag. En een van die dingen is niet spieken. Dat mag natuurlijk niet. In dit boek mag je ook niet spieken op pagina 39. Zal ik dat stiekem toch doen? Nee, ik doe het niet. Gaan jullie het zelf maar bekijken. Trouwens, hoe is het met jullie juf en meesters? Zijn die een beetje leuk? Nou, in dit boek vind je de 10 ergste juffen en meesters van de wereld. Je kent deze boeken misschien van David Walliams over die ergste ettertjes, weet je nog? Nou, dit gaat dus over de ergste juffen en meesters van de wereld. Bijvoorbeeld over mevrouw Woest. Nou, berg je maar, dat snap je wel. Ik wens jullie straks heel veel plezier als jullie weer terug gaan naar school. En nu nog even fijn lekker lezen. Dag!